Yo mensen, tof te kijken naar de tweede aflevering van Clash van een Kijker. Clash van een Kijker werd er vorige week dus echt heel goed ontvangen. En daarom heb ik dus, ik kwam ook meteen weer een aanvraag tegen. En die is van Spin de Rio. En die is hier als volgt. Hij zei, KM44, Reflex, ik heb er een mooi dingetje op gezet. De Rebel, hartstikke mooi. Met Quick Draw, Extended Max en Fast Max. Mijn eigen class die ik altijd met de KN gebruik, is echt, die wijkt echt verschrikkelijk af. Dus ik ben benieuwd of dit wat is. Nou, verder hebben we Flak Jacket voor Enemy Explosive, dat we daar niet zo snel van doodgaan. Fast Hands om snel die wapen te pakken. En Tactical Mask. Dus, ja, Shock Charge en shit. Godverdomme. Maar daarentegen hebben we ook nog even een frag. En waarom? Omdat er het staat hier ergens in het beeld vast wel. Heb ik het neergezet. Ik moest eigenlijk een C4 pakken, maar die heb ik nog niet. Dus, ja, die heb ik nog. Dus die is er nog niet bij. Dus ik heb gewoon een frag gepakt. Om zo min mogelijk te laten afwijken. En ik moest als specialist moet ik dus de battery pakken. Dus kinetic armor. En ik moest als score strikes, die staan hier. Moest ik UAV, counter UAV en lightning strike aanzetten. Nou, de counter UAV heb ik dus nog niet. Dus, ik heb er een care package voor gepakt. Omdat ik die zo hier en daar eigenlijk altijd handig vind. Dus dat is in ieder geval de clash waar ik vandaag mee ga spelen. Shoutout aan Spin de Rio, want jij hebt voor mij de mooie clash gemaakt. Of het ook echt wat is, dat gaan we uitzoeken. We gaan dus even een team deathmatch potje spelen. Ja, ik weet niet tegen hoeveel. Maar dat maakt niet uit, we gaan niet wel lekker beginnen. En laten we daar meteen gaan beginnen. Dus let's go. Zo, we zijn een potje gejoined ondertussen van team deathmatch. 6 tegen 6 op de map Breach. Ik heb de clash erbij gepakt. Ik ben hartstikke benieuwd, want ik heb nog niet met deze clash gespeeld. Hoe die speelt. Lekker! Ja, gaat goed! Oh, nee, net niet. Jammer. Oké. Okay. Jammer dat mijn batterij een beetje laag wordt. Dan ben ik een beetje bang dat ik straks uitkleur. Maar, je bent me nooit. Ja. Ah, waarom had ik hem niet? Oh, zonde. Tot nu toe gaat hij lekker. Ik heb een keer de klas op zich. Eerlijk. Fuck! Hoe kon ik hem... Oh. Ja, natuurlijk van achter. Zie je, zou een keer mijn gezicht komen om aan te vallen. Maar nee. Sorry. Echt dat ik het ga vertrouwen? Ha. Als toch niemand ziet, waarom dan niet even herladen, weet je? Hostile UAV above. Ah, Ripper. Mooi kill. Beetje lullig natuurlijk, maar dat... Kleine gekje hou je toch? Ja. Ah! Lelijk. Oké. Yo, ik zag zweer dat hij hier net was. Oh, dan doe ik hier. Yo! Oh, ik zag niet waar die kogels vandaan kwam. Waar kwam die vandaan? Oh, de editje. Wat een editje. Oeh. Beetje lelijk. Maar, oké. Nomad kill. Hé, hey, deze jongen moet ook altijd weer herladen, want ik weet niet. Hé, gaan jullie even je kop houden. Zo, dat is veel beter. Zo. Waar is die? Oh.
Oh, ik dacht hier zit allemaal mensen ofzo, maar nee. Nou, hoe verneuk je een specialist? Nou, dat doe je dus zo. Echt niet dat ik daar met naartoe terug ga. Die gaan me sowieso doodmaken. Oh! Doe je, hè? Ah, snipertje. Ja, maar natuurlijk. Dat is ook zoiets, want volgens mij heeft een sniper ook altijd tracker aanstaan. Ik weet niet wat dat is. Ik hoorde daar mensen. Dankjewel. Be advised, hostile UAV incoming. Hey. Waar kom je vandaan dan? Oh, hij loopt echt achter mij, doet gewoon helemaal niks ook. Gewoon wachten tot hij de perfecte kill kan pakken. Oh, lelijk. Oh, ik wil wel in de top 3 blijven staan als het even kan, jongens. Enemy down. Yo. Hostile UAV above. Ah, kom op. Niet van zoveel kanten. Dat is niet eerlijk. Friendly ik doe het echt heel veel te veel. Ha! Hey. Want als ik iemand dood zit van mijn neus, dan moet ik altijd even opletten! Van dit te campen. Oké, dat was een eerlijke kill. Oké. Fuck! Deze jongen moet een beetje meer opletten. Wat kan komen? Ik zie hier niemand op de map, dus. Spannen ze niet hier? Firebreak smoke. Op zich wel lekker, want je kan een beetje sprayen als je. Extended max. En. Ah, oh, waarom zag ik jou niet? Ah, oh, dat campertje. Daar heb ik zo'n hekel aan, hè? Zo'n vette hekel aan. Nee. Ah, kom op. Hoe kon ik hem niet hebben? Ah, wel een beetje lelijk hoor. Maar oké. Wacht, dat maakt niet UAV inbound. Oh, hoe kon je mij niet hebben? Even serieus. They're against the wall. Press your advantage. Yo, ben je voor down? Firebreak KIA. Hup. Huppatee. Hier niemand? Toevallig. Nee. Oké. Oh, kijk, daar zijn we. Oké, dat ging vrij vlot. Ik vond het op zich wel een fijne clash. Het was alles dat ik gewend ben. Maar het was op zich prima. Oeh, met een P06. Ik vind het kleurtje mooi. Het kleurtje is mooi, eerlijk. Oké, ik ben geen fan van dat soort sniper shit. Maar op zich, P06 is wel een moeilijk wapen. Dus ja. In ieder geval, ik hoop dat jullie allemaal van deze video genoten hebben. Prek jij er eens even niet doorheen. Dat zou echt helemaal top zijn. Ik hoop in ieder geval dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duim omhoog. En Spinderio, super bedankt voor je voor het insturen van de clash. Het is op zich best wel een fijne clash. Ik had hem zelf nooit zo gebuild. Dus ik denk dat ik het nog wel ga gebruiken. En anders, in ieder geval heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Volgende week gewoon weer een nieuwe clash van de kijker video. Als jullie dat in ieder geval willen. En je kan ook gewoon je clash insturen. Dus doe dat zeker. Even een blauw duimpje achterlaten. Dat is ook geen probleem. Het is allemaal gratis. Dus in ieder geval iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik tot volgende week bij weer een nieuwe video. Iedereen, laters. Dag en doei.